Hallo, goedenavond avond allemaal. Nou, we zijn weer live bij jou in de woonkamer op je telefoon of op de televisie. Het is allemaal goed en we gaan er een hele leuke, gezellige avond van maken met weer een hele toffe e-workshop. Aan de tafel hebben wij een leuke gast zitten, Deborah, en zij heeft een hele tafel vol met allerlei tips met hele toffe cat eye designs. Daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. En voordat we gaan beginnen, ga ik eerst zeggen: we gaan beginnen. Nou, zoals ik al zei, ze zit voor jullie klaar. Ze is er helemaal klaar voor. En ze is eigenlijk al een uur lang lekker aan het knutselen. En nog wat dingen aan het uitproberen. Ik kan niet wachten. Laten we gaan kijken wat Deborah voor ons in petto heeft. Ja, een hele goeie avond allemaal. En uh, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Ik heb zeker weer zitten knutselen. Ja, ik ja, kan het ook niet laten. Maar ik heb het wel rustig gehouden. In plaats van 100 magneten zijn het er 98 geworden. Dus het valt mee. Dus, uh, nee hoor, gekheid. Nee, ik heb lekker zitten rommelen. En ik denk uh, dat we eigenlijk maar wel kunnen gaan beginnen met het eerste design. Uh, denk je niet dus, Richie, ja, toch? Ja, ik zou het maar doen. Ik ben hartstikke benieuwd. En uh, ja, er zitten al 40 mensen mee te kijken. Oh, dus ik denk dat zij ook gewoon heel reuze benieuwd zijn. Mm. Dus ik zou zeggen, Deborah, uh, ga je gang. Dat gaan wij doen. Nou, jullie kunnen zien dat ik al een tipje voorgelakt heb met één laag. En dat is van de nieuwe fashionista collectie, en dat is de Sneaker Peak kleur. Zo, en dat is één laag. En wat gaan we doen? We gaan nog een laagje aanbrengen. En die harden we niet uit, maar die laten we gewoon eventjes mooi hier voor wat die is. Toffe kleur hè, Deborah, Prachtig. van de laatste, de laatste nieuwe collectie. Inderdaad, Sneaker Peak, super tof. Ja, en ik heb ook. mooie dekking heeft hij ook. Ja. Ik doe best een dunne laag. En het is gewoon helemaal gedekt. Prachtig. Maar ik laat hem gewoon even zo liggen. En het kan, het is een stevige lak. Dus die gaat nergens naartoe. En nu heb ik hier op mijn paper palette, die kunnen jullie even zien vanuit de topshot. Die is nu nog leeg, maar daar ga ik een aantal kleuren neerleggen. En ja, ja, we beginnen met de Cat Eye Vamp. Prachtige, mooie, dieppaarse-achtige kleur. Ik zal hem, oh, hij wordt een beetje wazig. Ja, ik ga in ieder geval een druppie neerleggen. Ik zal hem in het midden leggen. Zo is hij al mooi, hè, de boer? Ja, die kleuren is echt wow. Wow, prachtig. prachtig, ja. Allemachtig en het is echt wel heel erg prachtig. Dan hebben wij nog meer van de Fashionista-collectie. We hebben hier Shop Till You Drop. Nou, past perfect bij die mooie ket En die druppel ik er voorzichtig in. Niet te veel. We gaan nog even door met uiteraard de fashionista. De selfie time. Nou, daar zijn we gek op hier. We doen de hele dag niet anders ongeveer. Nog ietsje meer. En die leggen we daar ook als een druppie. daar Bovenop. En de Credit Card Blues. Ik heb ze allemaal van tevoren natuurlijk even goed geschud. Dat is wel erg belangrijk. En daar leggen we daar ook een druppie van bij. En de hekkensluiter is de Cat Eye Top Gel. Wow. Nou, die moeten we iedere keer weer even opnieuw schudden. Dat is, ook al heb je hem even geschud, schud hem nog maar een keer. Die is wat dunner, maar wel echt prachtig. En die leggen we even hierbij zorg dat hij een mooie druppel eruit trekt. Zo. En nu heb ik hier mijn dotting tool. En met mijn dotting tool ga ik daar heel voorzichtig, niet te hard, streepjes doorheen trekken. Maak niet helemaal één mix, maar gewoon verdeel het een beetje als een ster als het ware. Dan hebben wij het ombre penseel. Die is helemaal droog. En wat doe ik ermee? Die schep ik heel voorzichtig van onder wat van dit mengsel af. Dan leg ik mijn palet opzij. Dan heb ik natuurlijk mijn uh, natte laag van de eerste uh, gel polish die we neer hebben gelegd. En daar komt nu een laag van deze substantie overheen. Ah. Natuurlijk kun je gewoon bijpakken. Ik pak niet in één keer te veel, omdat ik hem niet echt heel te dik wil hebben, natuurlijk. En je kunt zo heel erg mooi de diverse kleur oppakken. En de truc is eigenlijk ook wel dan die natte ondergrond dan. Hè? Ja, ja, ja. Dan loopt hij iets sneller toch? Ja, klopt. Maar ja. Uh, hij blijft wel redelijk mooi op zijn plek ja. liggen. Hij ja. loopt iets, maar hij hoeft niet helemaal uit te vloeien. En dat is zo mooi met deze nieuwe lak ook. Die blijven perfect liggen. Want ik heb hem al eventjes van tevoren gelakt. Maar nu is hij super egaal. Ja. Nou is het wel belangrijk dat als je denkt, ik zie het wat te dik aan één kant of iets dergelijks. Ik wil hier nog iets donker bij zetten. Dat je dat wel even goed verdeelt. Want anders heb je een probleempje met uitharden. Nou zit er natuurlijk attijs in. Ik heb hem nog niet. Ik hoef hem niet te gebruiken. Maar je kunt kijken of het nog ietsje van de kleur aanpast. Nou, je kan precies zien dat hier nu een mooie schittering erin komt. Ja, cool. Gaan we daar ook doen? Tof. Je ziet het toch veranderen? Ja. Ook omdat ook nog de uh, zilveren topcat-eye erin zit, krijg je toch wel een leuk effect. Het is net weer allemaal even iets anders. En deze laten we even anderhalf minuut uitharden. En dan ga ik heel even naar Cerise. Ja, heel erg leuk. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben gek op dit soort designs. Je kunt het op allerlei verschillende manieren gebruiken. Brenda heeft het inderdaad ook zoiets als dit gedaan in een inlay. Dus ook super tof. Maar zoals jij dat deed, Deborah, met die natte ondergrond, dan zie je dat het toch net een beetje een ander effect geeft. Ja, ik vind het super tof. Iedereen zegt ons gedag, uh, oh, Debbo. Dus er zijn uh, allemaal mensen aan het kijken. Uh, uh, Maggie is aan het kijken. Stephanie is aan het kijken. Nou, Claudia Alt zegt nu al, nou dat is mooi hoor. Ingeborg zwaait naar ons. <laughs> Pepijn Totzellig. zegt dat hij ons toch ook een beetje mist. Dus dat is oh, altijd fijn om te ja, horen wedersleid. natuurlijk. Wederzijds. Wederzijds. Wij jou natuurlijk ook. We hebben een hele leuke... Uh, dag gehad vandaag in de studio. En uh, Debbie Dussel zegt hallo allemaal. En ja, en nog veel meer mensen. 95 mensen zitten nu te kijken, uh, Deborah, naar wat je allemaal gaat uh, creëren. Dus ik zou zeggen, ben je, er, ja, ben je er alweer klaar voor? Is het al uitgehaald, denk Ja, jij? bijna. Maar ik ben nu gelijk ondertussen een uh, Extreme Mat overheen aan het zetten. Want ik wil er nog wat overheen zetten, natuurlijk. Want dan zijn we al heel snel klaar met dit design. Het is een vrij vlot design, maar net een tikkeltje extra nog erbij. Dus ik ben nu de Extreme Mat aan het lakken, gewoon er overheen. Dus uh, kijk maar even mee. En doe dat niet te zuinig, hè. Je mag best enigszins royaal lakken. Want anders dan matteer je de nagel niet overal helemaal en dat is dan ook weer zonde. Is dat ook nodig om het oppervlakte wat egaler te krijgen, Deborah? Of nou, het is valt, het al vrij nee, egaal? nee, het valt echt wel mee. Ik okay. weet niet of ik hem zo kan laten zien. Oh ja, glad. Hij is niet, uh, niet te dik, hij is Zeker echt mooier niet. erin uitgelopen. Ja. Dus het lijkt Tof. volumeachtiger dan het is, maar dat valt heus echt wel mee. Ja, ik kan het heel goed zien inderdaad. Leuk okay, hoor. Nou, en zo dan snel. doen we die nog even in de lamp. En in de tussentijd heb ik de Liner Gel Black. Die ga ik ook even, even op mijn paletje leggen. Die heb ik even naast mij neergelegd. Waar natuurlijk mijn kleur onder lag, ga ik een klein beetje Liner Black aanbrengen. Want ik wil nog iets gaan tekenen erop. Of schilderen, hè. Een, kleine, een klein leuk dingetje. Nou vind ik alleen zelf de liner black op zich nu, voor nu schilderen wat te dik. Dus ik ga er een beetje Sarisa Sweetie zwart aan toevoegen. Ja, dat is een hele goede truc altijd, hè, om het nog ja. net iets dunner te maken en Klopt. meer werkbaar. In de tussentijd, uh, Deborah, heb ik een vraagje. Mm -hmm. um, uh, Niels Schelle, ja, Michelle heet ze eigenlijk, Niels bij uh, Schelle, mm -hmm. vraagt, wat is nou het verschil tussen de top uit de pot om de kleur? Om daarin te marbelen. Is dat hetzelfde of is daar een verschil in? Ik Heb jij daar een goed antwoord op? Ik ben even de vraag: wat bedoel je nu precies, voor vraag? Wat is het verschil om ja? uh, zo'n marbelpatroon te gebruiken? A. In de topgel uit de pot. Oh, zo, of ja? B. Rechtstreeks in de kleur. Wat is daar nou het verschil tussen? Nou, de topgel uit de pot, daar levelt hij nog meer in. Dus daar loopt hij meer in uit. Dus wil je echt een wet in techniek doen, zoals met rozen, hè? Uh, dat soort dingen. Dus lijntjes, en je wil die rozen heel mooi naar elkaar toe brengen. Kun je met de topgel uit de pot prima daarmee werken. Doe je met de lak dat? We gaan niet werken. Dus dat blijft dan voornamelijk meer liggen waar jij hem neerlegt. Kon je net zien? Is het wel een klein beetje afhankelijk van welke kleurlak je gebruikt? Hè? Hoe dik is de structuur daarvan? Daar hangt het een beetje vanaf. Maar over het algemeen zijn de lakken daar net iets te stug voor. Dus die lopen niet voldoende. En de topje uit de pot, ja, die laat zich heerlijk vloeien. Dus ja, ideaal om daarvoor te gebruiken. Mocht je echt de wet in wettechniek gebruiken om producten of kleuren of motieven naar elkaar toe te laten brengen. Ja, ik ben gelijk even antwoord aan het geven. Ja, ben ik het helemaal eens, Deborah, met, die, met het antwoord wat je geeft. Het ligt er ook een beetje aan wat voor eindresultaat je wilt behalen natuurlijk. Hè? Hoe dunner de laag is, inderdaad, steun voor je gebruikt. Base en top, ik geef maar een voorbeeld. Dan zul je zien dat eigenlijk je kleuren die je erin legt eigenlijk heel snel uitlopen. Is dat nou wat je wil, is dat natuurlijk prima. Maar om zo'n design een beetje bij elkaar te houden, ja, top gel uit de pot. Of dan een kleurgel, uh, gel polish. Het kan allebei, het ligt er een beetje aan wat je wil. Maar ik zou goed luisteren naar wat Deborah zegt om juist deze designs te maken. Ja, Ben je al klaar voor de volgende, Deborah? Ja, zeker. Of zeker. het volgende gedeelte? Yes. Okay. Ik heb uh, de tip weer uit de lamp gehaald en de extreem matte is uitgehaald. Of tenminste, al helemaal mat geworden de nagel. En nu ga ik met mijn uh, papijsjoice. Choice en de mix van de Blackest Black, Black Liner Gel en natuurlijk de Cerise Sweeties Black. Ga ik lekker schilderen. En we gaan hem een beetje, ik zal het even laten zien. Ik ga mijn penseelpuntje even laden. Ik maak hem eerst eventjes goed zwart. En dan rol ik hem helemaal af. Tot die dun en geladen is. Want dan kan ik best wel doortrekken in één keer. Pak ik nu alleen een puntje wat nog niet geladen is, dan trek ik hem heel snel droog. Nu is hij wel geladen, dus ik kan nu eigenlijk als ik dat wil in één keer door. Maar heb ik nog niet mijn hele penseelpunt geladen, dan ben ik heel snel klaar. Want nu is de verf eruit, en dan zie je, dan gaat hij haperen. Dus we gaan hem nog even opnieuw laden. En even afrollen. Zo. En dan heb ik hier mijn uh, tipje. En zo is het ook al tof, hè? Ja, inderdaad. En mensen zeggen ook, wauw, zo mat is die ook al tof. Dus uh, Lydia Adding Ja, je ziet die kleuren mooi er doorheen ja. komen. En ook die, die cat eye, een beetje glitter toch wel? Ja, mee eens? Ja, dat is wel heel tof. En zo kun je de cat eye natuurlijk op een andere manier gebruiken dan je eigenlijk gewend bent. Wat gaan we doen? We gaan eigenlijk, zit ik er een beetje ervoor, zie ik, maar ik ga hem gelijk hm. omhoog trekken. Ga ja, prima. Zo. Ja, lang penseel, lange lijn. Hè? Ja, 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 en waar ik hem natuurlijk geladen heb, is die eigenlijk al gelijk. Ligt hij op zijn plek? Ja. Dan kun je denken, ik wil hem nog wat meer aanzetten. Dat mag natuurlijk altijd. Volgt dan wel In je lijn weer. Zo, op die manier. Nu ga ik heel even over naar een iets korter penseel. En dan heb ik hier mijn oude detailer, waar ook nog allemaal lakjes aan zitten van de straks. En wat gaan we dan doen? We willen hier een takjespatroontje van maken. Dus ik begin vanuit de onderzijde een lijntje te maken. En dan zet ik gelijk maak ik daar een blaadje van. En dat blaadje dat kleur ik ook gelijk zwart in. Hoppa. Ik draai hem even om, want dan kan ik het iets makkelijker laten zien. Deze wil ik hier hoger. Dus het, ze verspringen een beetje. Hè? Ja. Het is niet leuk als je ze allemaal op dezelfde hoogte laat zetten. Want dat is het speelseffect is dan weg. Dat je ze een beetje ja, als reali realistisch patroontje zou kunnen neerzetten. Als een takje, zeg maar. Ja, de natuur is ook niet altijd alles symmetrisch. Hè? Dus nee. dat, dat is juist heel erg leuk. Zo. Nee, kijk maar naar ons gezicht. Ja, op nou, een gegeven ja, moment uh, zijn ze niet symmetrisch meer. De, in, de, in de loop der jaren <laughs> en de natuur doet zijn werk wel. En, dus. hey, en het is toch heel belangrijk dat je hier een kleine penseel voor hebt genomen dan, hè? Ja, ja Het zou wel kunnen met Pepijn's Choice, maar. Is lastig. Dan is het net wat lastiger omdat je die, die lijntjes zou prima kunnen, maar omdat je deze blaadjes eraan wil maken, ja, ja. is dat, dat daarop daar optrekken net wat lastiger. Ja. Of kan het wat lastiger zijn? Ze hoeven niet uh, super strak, want we gaan er nog iets mee doen. Oh, laat me raden. Nee, <laughs> jij mag niet raden. Oké, okay, ik ga niet raden. Dat mag jij niet doen vandaag. Ik krijg een uh, nu al leuk. Ja, dat vind ik ook. Het is nu al <laughs> leuk. Komt echt door die ondergrond ook, hè. tof, snel. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Nou, leg ik deze heel even aan de kant. Want, ja, ja. We hadden natuurlijk een klein beetje voorwerk gedaan. Kijk. En dan kunnen jullie gelijk even doorwerken met wat ik nog meer heb. En daar zijn ze. <laughs> rhinestones. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, de rhinestones. Ik leg ze even op mijn paletje neer. Dat zijn de kleinste. Die mini awesome crystals. Heel even lager. De mini awesome crystals. En we hebben we natuurlijk het Waxential Tool. Zo. En wij hebben een beetje. Ja, ja. Voor mij het welbekende. En inmiddels voor de meesten die mij kennen. Weer de Flex and Shine. En ik ga niks zeggen daarop, Charissa. <laughs> ik bemoei me helemaal nergens mee. Ah, jouw demo, jee. jouw regels. <laughs> en dan leg ik eventjes op elk blaadje. Dat kun je gewoon in één keer doordoen, hoor. Dat gaat nergens naartoe, Maar niet dat je grote druppel neergooit. Dan leg je overal een drupje op. Zo. En dit soort blaadjes schilderen is echt een goede training... als je nog niet zo goed kan schilderen, hè, boy. Absoluut. Echt oefenen, hè, ja. dit. Want, want het is hoor... heel verfijnd. En nu ja. lijkt het op beeld bij jullie waarschijnlijk wel ietsje groter... dan dat het in werkelijkheid ja, is. Ja, zeker. Dat is altijd... Want het is echt wel klein. En om ja. het dan zo strak te krijgen, inderdaad, zegt Stephanie Ouburg ook... dat is, uh, valt vaak niet mee. Ja, nee, het is even oefenen. Meens. zeker om die draaien erin te maken, ja. hè. Daar moet je altijd even mee, uh, mee spelen, zeg ik altijd. Veel doen. Veel doen, ja, klopt. Er Veel er hierin onder... En dit is toch hartstikke leuk, snel design. Ook ja, zo. snel. dan dan kun je heel goed toepassen in de salon. En dan gewoon lekker op één nagel. Of in mijn geval tien. Maar ik zou er gewoon, als je er begint, één doen. Hè? Ja, precies. Zo. En wat nu heel makkelijk is, uiteraard. Dan moet ik even kijken, hier ben je. Is dit even uitharden? <laughs> Daar ben je. Met de Cure. Ideaal. En wil je hem helemaal gewoon uitharden voor je klanten, doe het gewoon even anderhalf minuut in de TuneLight. Maar om het voor jullie nu even te laten zien, is dit het eerste design. Nou, hartstikke leuk. Ja, en dan snel, heb ik hem. snel. Ik zal hem even opzij zetten, want ik heb hem hier in nog een paar andere variantjes. Ja, echt leuk. Je kunt echt spelen met de kleur. Ja, hè? precies. Ondergronden, precies. hoe je de markt ondergronden gaat maken. Of met wit. Tof. Dat is ook, ook helemaal leuk. En ik denk, of zullen we dan een screenshot of zullen we dat op het laatst even doen? Nou, laten we maar gewoon alvast één ja. screenshot maken. Nou, dan leg ik uh, maken, er even naast. Voordat we naar de... het huiswerk gaan. Ja, toch? Ja. Dan leg ik hem er even naast. Oh, wel recht, hè. Nou, ik heb niet zo'n hele goede zangstem als Pepijn, maar we gaan <laughs> het gewoon eventjes uh, proberen nou, samen, misschien toch? Misschien mee uit de regie? Nou, ah, dat denk ik niet. Laten wij het maar doen. Drie, <laughs> twee, één. Screenshot. screenshot. Ah, die was mooi zacht. Screenshot. Ja. <laughs> ik heb hem geoefend, maar hij komt er nog niet zo lekker uit als ik, uh, <laughs> dan ik gehoopt had. <laughs> nou ja, uh, ik neem aan dat jullie thuis natuurlijk allemaal mee willen doen. Ik krijg natuurlijk al vragen van, mag dit ook voor het huiswerk? En dat mag. Laten we maar eerst maar eens eventjes gaan kijken. Onscreen, wat, dan, uh, uh, wat je moet gaan doen. Uh, de huiswerkopdracht is, maak vier verschillende tips. Twee met Cat Eye Nail art en twee met Cat Eye Inlay. Dus er gaat dadelijk nog meer komen dan alleen deze Nail arts. Nou, wat zijn dan de regels? Ook heel belangrijk. Nou, we hebben zoals altijd weer twee weken uh, tot 18 april om het huiswerk in te sturen. En stuur alleen je huiswerk in, dus via de link in het album Cat Eye. Dat is ook heel belangrijk. En uh, als er dan verder nog verbeterpunt, uh, verbeterpunten zijn, dan neemt de trainer contact met je op, Jessica in dit geval. En dan krijg je een herkansing en vergeet ook niet je step-by-step step, uh, in te leveren. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Gewoon even drie foto's maken, dat is genoeg. Het hoeft geen filmpjes, hoeven ook niet tien of twintig of verschillende afbeeldingen te zijn. Gewoon drie is helemaal prima. Dan nou, wil je natuurlijk ook weten wat je uh, kan gaan winnen, want dat is ook niet onbelangrijk. Hallo, waarvoor ga je meedoen? Voor deze set Cat Eyes. Heel tof. Dit is een hele mooie collectie trouwens ook. Uh, drie verschillende cat eyes, de uh, matte top, de magneet en heel tof, een stamping plate. Ja, de animals. De animals stamping plate. Jessie and my ja. favorite. Ik vind het heel erg leuk. Uh, Deborah, er is net een vraag gesteld. Mm -hmm. Waarom nou wel of niet de flex of je de, uh, de, 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 de topje waar je de steentjes mee vastmaakt? Waarom wel, waarom niet? Vertel oh. eens. Ja, ja. Nou, dat is een, uh, een soort uh, keuze of een ontdekkingsreis geweest, denk ik, voor mij. <laughs> en waarom heb ik de flex? Die is ietsje flexibeler. En ik heb dat ooit eens uitgeprobeerd toen ik met steentjes en billions bezig was. En toen hadden we uh, die topcoat, eh, en hadden we nog die uh, Supreme Finish? Uh, nee, die hadden we nog niet. <laughs> en ik dacht, ja, die ondergrond is wel heel, blijft mooi zitten, alles blijft mooi zitten. Laat ik daar eens een keer mijn steentjes, en niet zoveel toen nog, een paar mee vastzetten. Nou, vier weken later, het zat er nog steeds op, dacht ik. Oké, okay, maar dit zijn er maar een paar. Wat doen we als we daar meer mee vastzetten? En bij mij werkt dat heel goed, maar het is gewoon een, een gevoel. Natuurlijk heb ik ook met andere materialen die we hebben gewerkt, maar het nog steeds is mijn voorkeur. Trekt hij niet dat het anderen niet werken? Absoluut zeker wel. Maar ik ben het gewend en het is mijn voorkeur. En ik vind het heel fijn en het werkt. Dus ja, waarom zou ik het veranderen als het voor mij goed werkt? Dat is het eigenlijk. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Daar zou ik zeker aan vasthouden. Ik vind het heel erg spannend om steentjes vast te leggen in de Flex and Shine of Magic Shine. Of noem maar op. Dus ik gebruik altijd de uh, uh, gem, uh, Gemstone Gel. Die vind ik zelf heel erg fijn. Daar zweer ik bij. Maar ja, uh, zoveel mensen, zoveel wensen. En er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Hé hey Deborah, uh, ja. heel veel mensen vinden het een hele leuke opdracht. En uh, Wendy Roxanne Winkelman denkt, oh jee, inlee. Maar dat gaan we straks pas zien, hè, denk ik. Ja. Of zullen we al een klein beetje daarmee gaan beginnen, uh, Nou, wat jij wil. Ik vind het heel erg leuk om te zien hoe je dat gemaakt hebt. Nou, dan gaan we daarmee beginnen. In ieder geval heb ik al een tip klaar liggen met nog niks. Nou, dat is top. Oh, Dit leuk. is een stiletto-tip en die heb ik ietsje korter gevuild en een beetje gebufft. Want dan heb je een mooie ruwe ondergrond. En wat ga ik hier nu op aanbrengen? Dat is de rode glasgel, oftewel de hele tip. Lak ik hier mee. En Oeh. dit wordt een iets wat andere nagel dan dat jullie gewend zijn, denk ik. Of in ieder geval een andere opbouw. Is het een beetje goed te zien zo? Ja, het ziet er echt heel tof uit. Okay. Ja, het blijft een, een glastip met een glasgel. Dus ja, ja. Ja, ja, precies. Nou, dat komt helemaal goed. Ja, maar zolang die zo'n beetje in beweging is en wat licht vangt, kun je prima zien. Juist. Ja, mooi. Nou, Deze hard ik even 30 seconden uit als die helemaal gelakt is. En daarna doe ik er nog ook weer. Een matte top overheen, welke ik ook even 30 seconden ga uitharden. Ja, we hebben nu eenmaal even wat uithardingstijd nog, maar ik wilde jullie wel dit even laten zien dat die helemaal op deze manier gelakt moet worden. Dus, maar, ik ga vast wat dingen klaarzetten, dus dan kan je gewoon even op mij komen, Gil. Want jullie krijgen natuurlijk bij het prijspakket een Animal stempelplaat. En waarom? Het zijn nu eenmaal Jess en mij de favoriete stempelplaten. Wij zijn helemaal gek op de dieren, zou je niet zeggen, maar het is echt zo. Dus, wij hebben hier een animal stempelplaat, want daar gaan we ook nu mee werken. Maar dat is niet het enige, want dat gaan we ook doen? We gaan met het Black is Black Gel Polish werken, met de Build Gel Clear en met de Cat Eye. En dan zou je denken, wat gaat dat nou worden? Nou, inmiddels is mijn glasgel alweer uitgehard, dus dan ga ik even de matte is Mat op aanbrengen. Vergeet hem niet te schudden, want dat is echt heel belangrijk bij deze. Of course. En nou is het niet enorm belangrijk. Dat deze uh, anderhalf minuut is, want het is als een basis. Wat wel belangrijk is, dat je hem even goed mat laat worden, want we willen geen plakkerige ondergrond meer. En zo. Ik had ook een hele leuke opmerking. Even mm -hmm. kijken. Ik kom even niet op de naam, maar dat maakt niet uit. Uh, een kijker die uh, de rubber base gebruikt om steentjes vast te zetten. Ja. Even heads up, want die is ook heel erg goed. Die hoor ik ja, ook ja, klopt. Ja, die gebruikten we voorheen ook. Ja, hè? denk Gooi ik hem er ik even, hem even uit. Zo. Nou, misschien uh, even dit randje, want dan zit er weer wat aan mijn stokkie, of aan mijn kwastje van mijn. Zo, een pluisje. Dat hebben we nog wel eens hier. Met al die apparatuur heb je wel eens wat stofjes. Dus die leg ik even weg. En in de tussentijd schud ik alvast even mijn blackest black gel black polish. Want al die gel polish, ja, wel schudden natuurlijk. En ik werk altijd graag. En in de tussentijd dat iets in de lamp zit, werk ik altijd graag door met dingen doen. Dus dan breng je ook een beetje snelheid in je designs. Ik ga gelijk mijn black is black gel polish aanbrengen op het stempelpatroon die ik hierbij wil. En dan gaan we even kijken welke dat gaat worden. En welk is nou leuk? Welke hebben we nog niet echt gehad? Nou, zullen we eens lekker voor de luipaardprint gaan. Ik denk dat dat wel leuk is. Dus in de tussentijd dat je tippie aan het uitharden is, doen we gelijk wat voorwerk. Voor de stempel. Hoef je nog niks mee te doen. Maar schilder hem vast in. Ja, je hebt de tijd. Precies. En we gaan hem ook meteen klaarleggen voor het design wat we zo gaan maken. Dus ik leg hem even neer. Hop. Zo. Dus deze ligt nu klaar voor zometeen. En in de tussentijd is mijn design mat geworden. Oftewel mijn nagel. Oh, wat een super tof uh, resultaat zo. Ja, cool. Ah. Het is nu al cool en ja. het, het is nog niks. Mensen zijn wel een beetje in de war wat je nu uiteindelijk als inleenagel gaat maken. Ja, het is een andere variant op inleen. Ja. Inleen is natuurlijk een heel breed woord. Ja. En inleen is natuurlijk niet zomaar. Dat alles erin moet. Meestal wel, maar inleeën kan ook zijn dat je gewoon iets erin ziet. Wat erin ligt, omdat je het ziet. En dat is eigenlijk wat we vandaag gaan doen. Dus we gaan er niet van alles in doen qua hoogtes, maar we gaan plat inleen maken. En dat is eigenlijk ook een beetje hetgeen wat bij het huiswerk hoort, maar daar gaan jullie lekker mee, zelf, uh, zelf mee spelen. Dus uh, kijk even mee wat we nu gaan doen. Wat is nu belangrijk in deze? Dat is de ondergrond van de Matte topgel schoonmaken. En waarom doe ik dat? Ik ga de daken nog iets opbrengen en er zit toch een licht klein beetje eindresidu op van de matte topgel. En het moet er gewoon af. Het moet helemaal droog worden. Weten jullie nog dat ik net aan het schudden was met de Black is Black? Die gaan we nu pakken. Ik draai mijn tippie om en ik ga met de Black is Black en het kwastje. Een nagelbed schilderen. Ja, dat is spannend altijd hoor. Ik vind het schilderen moeilijker dan hem gewoon bouwen. Ja, snap ik wel. Even een drupje van mijn kwastje afvegen. Ik draai hem even terug. Het is een beetje onduidelijk wat je nou precies hebt gebruikt om te stempelen, Deborah. Of dat nou liner gel was of gel polish. Maar natuurlijk liner was black. dat liner gel. Ja, ja, pure liner black. Dus niet de mix van zojuist... Met de Black Licorice van Cerise Sweeties, maar de pure liner gel. Echt drinken. liner gel, hè? Ja. Uh, Stephanie Aalburg heeft een uh, vraagje tussendoor. Die zal mm -hmm. ik wel even beantwoorden. Ja, ja. Want ik had hem zelf namelijk ook al uh, ervaren. Uh, ze zegt, ik heb van de week You Go Girl binnengekregen. Dat is een uh, gelpost die we hebben, een beetje uh, een pastel, uh, pastelachtige kleur. Mm -hmm. uh, en het lijkt alsof het pigment niet goed mengt met de gel zelf. Uh, nou, Stefanie, je moet schudden, schudden en schudden. Je moet supergoed schudden. Wat ik zelf doe, is het flesje ondersteboven houden na het schudden. En vervolgens nog een keertje op deze manier schudden. Want het duurt echt wel heel lang bij een aantal van die kleuren. voordat de pigmenten echt helemaal goed door de gel heen zitten. Dat balletje wat erin zit, heeft een beetje moeite om er doorheen te komen. Maar als jij even volhoudt met die gel lak, dan komt dat echt helemaal goed. Dus probeer maar even. mocht het nou niet lukken, dan kun je natuurlijk gewoon een mailtje uh, of een berichtje sturen. Dus. Uh, maar ik weet vast en zeker als je even volhoudt dat het helemaal goed gaat komen. En ik zal gelijk even kijken of er nog wat meer is. Uh, ja, echt wel een beetje uh, confusion uh, of het nou de lijnen gel was of gel polish. Hmm. Maar goed, daar zijn we allemaal uh, over uit. Nou, mooi, mooi, mooi. Kijk, um, als je geen clear hebt, kan je dan ook op natural uh, tips werken of is dan het effect weg? Nee hoor, dat kan. Dat kan zeker. Ja hoor. Kijk, alleen het effect van de uh, clear. Van het glasjouws, natuurlijk, weg. Maar ik zal jullie daar nog iets laten zien als een voorbeeld die ik gemaakt heb. Waardoor, je dat niet, waardoor het niet uitmaakt. Dus dat is geen probleem. Ik had in de tussentijd mijn tip even in de lamp gezet met de Black is Black. Dus die is gelijk inmiddels uitgehard, het nagelbedje. En dat is voor nu de nagel. En je moet het zien dat je dit ook zou kunnen maken op een natuurlijke verlenging met een schabloon, hè, als het helder is deze manier. Want het wordt gewoon heel stevig. Zorg er dan wel voor dat je natuurlijk de gel polish niet rechtstreeks op de nagelplaat plaatst. Maar dat je er eventjes een verbinding onder zet met een dunne laag gel. Een rubberbase, base, een beelden. Het maakt niet uit, power gel. Als het maar een dunne laag is, natuurlijk. Dus niet te hoog gaan bouwen, want er komt nog een beetje op. Maar eh, dan gaan we weer door. Je hoeft in ieder geval nu het nagelbedrandje niet te veilen. Je hoeft geen muur erin te veilen. Want we gaan dit erop leggen, plat op. Dus Hé, hey, maar Deborah, uh, Debo, ja, even een vraagje van... Uh, ik, zit, ik zit langs de camera naar de te kijken. Ja, zo ik gaat dat, hè? He? Als, ja, als naar ik nou te hier te recht kijken. naar de camera kijk... en kijk ik kijk een klein stukje naar links, dan kijk ik Deborah recht aan. Dus dat gaat af en toe verkeerd. Sorry daarvoor. <laughs> uh, Wendy Roxanne Winkelman heeft een hele goede vraag. Ja. En dat is of ze ook gewoon een nagelbed mag maken, mag bouwen. En dan vervolgens daarin met ket-eye mag gaan werken. Ja, dat mag sowieso. Okay. Maar um, kijk even ho hoe het eindresultaat zometeen wordt. En kijk dan daarna wat je ermee gaat maken. Maar tuurlijk, wees creatief. Laat je lekker gaan. En dit zijn gewoon de voorbeelden die wij jullie uh, willen aangeven. En ik denk, ja, dat is toch altijd leuk. En geef daar gewoon je eigen swing aan. Natuurlijk, hartstikke leuk. Je moet nooit op één op één namaken. Dan is het is altijd leuk om er iets voor jezelf in te gooien. Dus uh, let's continue. Ik heb de stempelplaat. Of course, die ligt klaar. Mijn stempel. En wat doen we daarmee? We rollen hem eroverheen. En nu kun je hem ook mooi er doorheen zien. Zie je dat? Dat is wel cool. Ja, is echt uh, leuk te zien op beeld ook, uh, de boer. Ja, toch? Ja, duidelijk. En dan hebben we hier ons luipaardje. En nou is mijn tippie natuurlijk redelijk aan de lange kant. Maar dat geeft niks. Ik hou hem even zo vast. als duw ik hem er misschien af. Ik rol ook die er overheen. En het is al leuk ook als die zo schuin zit. Nou, Misschien laat ik hem eigenlijk ik wel, vind wel het ook zo. Ook leuk. Ja, ik ga er niks meer aan doen. Het is een dunne laag. Oftewel, de Flash cure kun je gebruiken. Nou is mijn batterij hiervan een beetje aan de lege kant aan het raken, heb ik zojuist gemerkt. Dus ik doe hem even de lamp. Uh, het is een dun laagje, 30 seconden. En ik ben nog niet klaar, want ik, cat eye, maar wat ben ik ook? Ik, uh, ik had hem klaargelegd, wat ben ik natuurlijk ook? Ja, yeah. mm -hmm. pigmenten pigmenten mm -hmm. en ik heb hier het unicorn pigment a gold ik ga hem even opdraaien voorzichtig hè voorzichtig want anders dan heb je kans dat alles over de tafel vliegt ik spreek uit ervaring <laughs> ja echt waar mooi hè? Oh, prachtig nou deze is inmiddels ook alweer klaar het zijn echt wel uh, fast desaantjes deze en wat doen we nu we brengen we hebben de ondergrond hiervoor van de mat hebben we schoongemaakt als ik nu mijn pigment zou inpoetsen terwijl ik de ondergrond van mijn mat niet schoongemaakt zou hebben, zou mijn hele uh, rode nagelbed ook goud van het pigment worden. En ik wil mijn pigment eigenlijk alleen maar op dit deel hebben. Het is niet erg als je over, de, uh, over het nagelbed ingaat, want daar komt nog wat op. Dus je zou denken, waarom uh, doe je daar niet eerst een laagje overheen? Omdat daar nog iets op komt. En ik heb die plaklaag een beetje nodig. Anders wordt het laag over laag over laag over laag. Maar dat is niet belangrijk. En jullie he, hebben gezien, ik draag natuurlijk handschoenen. En wat kun je mooi met je handschoenen doen? Je pigment echt inpoetsen in je luipaardvlekjes. Wauw, wauw, wauw. Echt ja. mooi. Dus het gaat helemaal weg van je ondergrond. Maar je poetst het echt in. Op je luipaardvlekjes. Zo. Cool. Hoppata. Moet je hier nu verder nog doen. Voor nu even niet. Want ik doe wel heel even mijn pigmenten eh, voor de veiligheid, want ja ik krijgt een heleboel hartjes toegestuurd. Hartjes ogen, ah, poppetjes lief. met hartjes eromheen. Dankjewel. Hartjes met een nageltje wat gelakt wordt. Wauw, het spat van het beeld af. Cindy zegt, wat hysterisch leuk. Ja, ja, Ik krijg ook een beetje kortsluiting als ik dit zie. Maar ik vind het toch eigenlijk heel leuk. Het is gewoon echt een kwestie van durven. Mm -hmm. uh, hoe lang moet je dan de gel uitharden voor de pigmenten, Bora? Ik heb hem 30 seconden gedaan. Dus okay. Het is toch heel dunne. Uiteraard ja. als je hem afschraapt van de stempel en je pakt hem op, is het laagje... nou? Wat is het? 0,0001 mm. Het is natuurlijk helemaal niks. Dus de, het is heel dun. 30 seconden is echt genoeg. Doe je natuurlijk een, een dikke laag schilderen met de liner gel? Anderhalve minuut. Want het is zo erg gepigmenteerd. Dat heeft echt anderhalve minuut nodig. Dus dan moet je niet denken van oh, 30 seconden zat. Want dat gaat onwijs rimpelen. Dus dan altijd zorgen dat die anderhalve minuut uitgehard wordt. Maar zo'n dun laag stempelen, dat is 30 seconden is zat. Ja, echt. Precies. precies. En we gaan door. Want ja, we hebben een. Ik heb het en we hebben oh. hier de glitz En dit is mijn favoriet. Ik uh, draag hem overal. Handen, voeten, overal. Ik vind hem prachtig. Ach, ach, hij is zo mooi. En we hadden net dat mooie zwarte nagelbed. En daar ga ik de glitz op aanbrengen. Ik heb ook de rode glasgel eronder zitten natuurlijk. Dus ik vind dit heel mooi bij elkaar passen. Ja, tof. Alleen die kleur is al echt wauw. Ik hoop dat jullie hem een beetje kunnen zien op beeld. Het is wat donker. Nou, ik kijk natuurlijk hier ook op mijn telefoon, mee, hè, Deborah? Ja, en het ziet ja. er echt tof uit. Dus oh, ook op beeld zelf op mijn telefoon. Oh, kan fijn, het ons fijn, ons fijn, fijn Dat wil ik even weten. Nou, kunnen we hem natuurlijk zo laten? Dat kan. Maar kijk eens even. Nee, grapje. Die ga ik niet <laughs> gebruiken. Nee, die ga ik niet helemaal gebruiken. Nee, niet allemaal gebruiken. Oh, volgens mij lacht ik grapje. Ja, Nou ja, hoezo niet, hè? Ja, nee, dat is waar. Hoezo <laughs> <Kan> niet? <wel. lacht> ik ga wel iets gebruiken, want ik wil natuurlijk wel een beetje spelen. Zo, dan we krijg je wel een heel tof effect. Ja, cool. En dit blijft op zich gewoon redelijk licht als je... Um, ja, ik weet niet, wil meer? Je kan eigenlijk alle kanten op, hè? Dat heb ja, ik ooit tof. in de andere dingen. Ik, ik kan hem ook nog helemaal weghalen, maar dat ga ik niet doen. Ik wil hem even iets verder in beeld brengen. Ja, het lijkt wel vlammen. Zo, hopsa, snel eraf. Want ik heb hier inmiddels nog een... Hele mooie flesje. Zo, die doet het goed. Die doet het wat beter. <laughs> ja, ja lief, home tof, without cool. je tweede flesje. Zo. En dat is natuurlijk ook een dun laagje. Dus ik doe het even op deze manier. Dan kunnen jullie het ook goed zien. En dan hoef ik niet meteen weer uit beeld met mijn nagel. Even erop. Zo. En dan is dit voor nu mijn nagel. Cool, en zo bijzonder. Hè? Ja, wat tof, hè? Maar wat gaan we daarmee doen? Want ja, als je deze op een nagel op deze manier plaatst, doet het helemaal niks. Is niet sterk, valt er vanaf. We hebben de Builder Gel Clear. De meest heldere gel die er is. En deze gel gaan we de hele nagel cappen. Dus je hoeft niet omhoog te bouwen met muurtjes en uh, nagelbedden. De hele nagel cappen. En je nagelbed wordt een inlay. Dus je krijgt het inlay nagelbed met een inlay design eraan vast. Dus je krijgt diepte in de nagel. Uh, even kijken waar ik mijn gelpenseel heb ge... Hier, zo. Dus met mijn gelpenseel ga ik nu de volledige nagel keppen met de Builder Gel Clear. Alright, Ik haal hem eruit. Het is natuurlijk een behoorlijke lengte, dus ik zal hem niet in één keer helemaal opbouwen. Maar op deze manier kun je natuurlijk gewoon een nagel... Bij een klant maken. Of bij jezelf, of ja. waar je zin in hebt. Uh, probeer het uit op een tip. En ga daarna uh, uh, over op de klant of op jezelf. En ik denk ook dat wanneer je deze zelf draagt, dat je klanten denken: wow, wat heb jij nou? Want het is natuurlijk wel iets, weer iets heel anders. Ja, klopt. En voor de, ik denk voor de mensen thuis ook met de standaard uh, gel, ik denk dat het heel belangrijk is dat je eerst gaat, ook een beetje gaat oefenen. Hè? Dus begin niet gelijk op zo'n hele lange nagel, maar hou hem een beetje kort. Uh, want dan is die, kun je dat heel makkelijk leren om daarmee te werken. Super tof idee, Deborah. Ik ga heel even door de comments heen. Yes, ik maak hem ook gelijk uit. Uh, sorry. Maar, ja, het is helemaal goed. Uh, mensen hebben natuurlijk het een en ander gereageerd. Uh, Priscilla Zuidema is bijvoorbeeld aan het studeren, maar die gaat later terugkijken. En Ingeborg zegt uh, te gek. Die vond het uh, zo'n vijf minuten geleden ook al echt... Super tof. Uh, Ramona zegt wauw, heel veel mensen um, uh, vinden het heel erg leuk. Mm -hmm. um, en Cindy zegt inderdaad, ik rol echt van de ene verbazing in de andere verbazing. Dat kan ik me voorstellen, want dit is weer een hele andere manier uh, om dit op te pakken. Super leuk. Ik zou vind het gewoon jammer dat ik haast geen klanten meer heb. <laughs> dat is echt heel erg jammer. Uh, mensen vinden het nu al te gek. Uh, Kirsten zegt de clearest clear of all. En dat is echt zo. Dus onthouden de standaard standaardbeelden clear. Je kunt er ja. goed mee werken. Klein beetje oefenen. En dan gaat het helemaal goed komen. Ja, absoluut. Uh, een heleboel mensen zijn heel enthousiast, maar dat ga je vast en zeker teruglezen. Hmm. Wij gaan alvast even kijken wat het overzicht is, wat er allemaal in de planning staat voor de aankomende tijd. En laten we beginnen met volgende week maandag. Heel erg leuk. Dan zijn Pepijn en mee hier. Dan gaat Pepijn mee haar nagels doen met de blusjes. In een advanced refill. Nou, als je nou wil weten wat dat is, moet je gaan kijken. Het is de advanced techniek. Misschien had je er al wel eens van gehoord. Maar dat is een hele mooie, bijzondere techniek. Dat als je met blush werkt, je dat echt super tof kan toepassen in het salon. Pepijn gaat jullie daar alles over vertellen. En hij gaat ook met een nieuw product werken. Dus meekijken. We hebben nog meer e-workshops. Er staat er nog één op de planning alvast voor deze maand. En dat is Demi Arts. Maandag 25 april met Winnie de Pooh Disney cartoons. Oh my god, zo leuk. <laughs> en Demi is ook echt heel erg leuk. Uh, zij zal uh, deze keer voor het eerst zijn. Het is echt een waanzinnig leuke meid. Een enorm talent. En uh, ja, zij gaat jou uh, meenemen in de world of cartoons. En weer op haar ja, hele eigen manier eigenlijk. Uh, Deborah heeft ook nog van alles op de planning. Want hier hebben jullie een uh, overzichtje van de cursus die Deborah gaat geven. 16 april. Coaching, dus dat is heel erg leuk. Dat moet je zeker weten komen. Uh, je kunt daar met een product naar keuze werken, toch, Deborah? Ja, absoluut. Oké, okay. eigen nagel zoals visitekaartje. De perfecte salonnagel vervolg. De lakkosten nagel en ook de Russian Almond. Maak even een screenshot. En zorg dat je die goed bewaart als jij uh, zin hebt om een van de lessen van Deborah uh, uh, te gaan volgen, te komen volgen. Hartstikke leuk. Af en toe sneak ik wel eens in haar lokaal om te kijken hoe ze dat aan het doen is. En echt werkelijk waar, het is echt heel leuk, echt op zijn Deborahs. Super mooi, strak, interessant. Je moet echt uh, zeker een keertje komen kijken. Maar waar jullie denk ik allemaal op zitten te wachten, ik in ieder geval wel, over een aantal weken, dat is natuurlijk het event. Dus, weet je het nog niet, heb je er nog niet van gehoord, dit is het event, even screenshotten. Het is 23 en 24 april. Eigenlijk is alles, die dag of het hele weekend, is eigenlijk gewoon helemaal gratis. Er zijn 24 workshops waar je aan deel kan nemen, dus je kan keuze maken. En tag je vrienden. En je uh, collega's op Facebook. Want je hoeft niet speciaal met Magnetic te werken. Hè, om hier naartoe te komen. Dus als je een leuke collega Nagelstalisten hebt. Lekker meenemen. En uh, gebruik gewoon lekker al onze spullen. En dan heb je gewoon een heel super tof weekend. Dus ik heb er hartstikke veel zin in. Ik kan niet wachten. Ik denk dat we terug moeten gaan naar Deborah. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar jouw eindresultaat. Heb je dat al? Nee, want hij is helemaal nog niet klaar. Is want ik ga hem namelijk kopen zoals een echte nagel natuurlijk gaat zijn. Hè? Want dan kunnen jullie hem ook gelijk op deze manier uitvoeren in de salon. Buiten dat natuurlijk de ondergrond ook echt wel verstevigd moet zijn. Dus op de eigen nagel is natuurlijk dit te slap. Maar je moet ook wel even een basislaag neerzetten hè? van de eigen nagel. Dus een versteviging en een verlenging van de powergel of acryl. Alles kan. Het kan ook met acryl. Het kan met van alles. Dus geen probleem. Ik heb nu de beeldergel uitgehard en deze ga ik nu veilen. Hij zit al redelijk in zijn vormpje. Dus ja. ik ga dit even uh, mooi in model veilen. Ik denk dat ik dat misschien niet boven dit stukje moet doen. Nee, maar je mag dat, Deborah, als je wil, anders ook eventjes gewoon aan de, aan de zijkant op je afzuigertje ja. doen. Want weet je wat het is? Dan kan ik nog alvast eventjes een keertje het huiswerk uh, doorgaan geven. Dat is misschien ook een goed idee. Want jullie hebben nu natuurlijk de inlay gezien. En uh, het, de huiswerkopdracht is, maak vier verschillende tips. Twee met cat eye inlay en twee met cat eye nail dus het eerste design wat jullie hebben gezien was nieuwaart. Het tweede, dus wat je nu hebt gezien, is inlee. In het bouwproduct verwerkt. Ik hoop dat je een screenshot hebt gemaakt. Natuurlijk heb je dat gedaan. Jullie kennen het klappen van de zweep inmiddels. Hm. Uh, maar ja, er, is ook, er zijn ook een aantal regels die gelden voor het maken van het huiswerk. Uh, nou, twee weken heb je de tijd tot 18 april uh, om je huiswerk in te sturen via de link in het album Cat Eye Mogelijkheden. Dus op onze Facebookgroep. Nou, zijn er dan nog wat verbeterpunten, uh, uh, dingen die je beter zou kunnen doen, of dingen die net niet goed genoeg gelukt zijn, of niet aan de huiswerkopdracht voldoen, uh, krijg je natuurlijk een herkansing, en dat ga je horen van Jessica, die, is dat, uh, die heeft dat helemaal... Uh, onder controle. Maak een paar step-by-step -step foto's. Uh, niet vergeten, niet een hele collage. Dat moet ik er van Deborah bij zeggen. En geen filmpjes. Uh, geen filmpjes. Want Deborah wil gewoon eigenlijk, of uh, Jessica wil eigenlijk in drie plaatjes gewoon zien of jij degene bent die het huiswerk gemaakt heb, uh, heeft. En ook kijken naar de stappen. Hoe heb je dat nou gedaan en wat is er misschien fout gegaan? Dat zou kunnen. Uh, je kan natuurlijk een hele mooie prijs winnen hè, als je meedoet. En die prijs zijn de, deze prachtige drie cat eyes. Echt heel erg mooi. Er zit ook een glittertje in, in alle drie. Uh, Deborah, die heb jij zeker uitgezocht, hè? Mm -hmm. Mm -hmm, dacht ik wel. <laughs> de Extreme <laughs> Matte Top Gel. Echt een uh, matter dan mat bestaat niet. Uh, een magneet natuurlijk voor bij de cat eye. En de allernieuwste, de laatste nieuwe uh, animal stamping plate. Super leuk. Prachtig. Ik zou zeggen, dan kan je gelijk nog verder aan de slag of je Cat Eye-collectie hiermee uitbreiden. Dus uh, uh, doe je best. Ik ben zoals altijd, en dat meen ik echt altijd, super benieuwd naar de eindresultaten. Um, dus daar ga ik lekker op wachten. En in de tussentijd ga ik nu toch weer naar Deborah kijken of zij inmiddels klaar is met veilen. Ja, 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 dat ben ik alweer. En ik heb ook ondertussen de Supreme Finisher bijgepakt. Want wat gaan we doen? We gaan hem natuurlijk aflakken, zodat we gelijk kunnen gaan kijken naar het eindresultaat. Dus daar gaan we. Ik ga hem even aanzetten. En nu komen natuurlijk ook die glansdelen van die ketteis. Die komen echt prachtig tot hun recht. Ah, oh, het wow wauw moment. En dat is dit deel. Wauw. Heel leuk. Dus je hebt een, uh, het is eigenlijk een, een platte inlee. Maar het lijkt toch hoog door het spelen met je kettei. En je design wat daarvoor ligt. Het is echt hier. heel tof. Ja, en het heeft zoveel diepte, hè? Ja, absoluut. Anders dan bij een normale gebouwde inleenagel. En misschien is het ook nog wel... Uh, ik weet niet of dat handig is als ik er iets wits onder leg. Dat we dat wel ietsje beter kunnen zien. Er ligt hier van alles, hè? Dus ik ga even iets, iets pakken bij de hand. Zo, dat ik denk, ja, kijk. Dat wil ik jullie toch Oeh, even ja. wel laten zien. Even scherp stellen. Ja, nu zie kijk. je dat hij roze is, boy. Ja, zo, en nu zie je dat hij echt roze is. Wauw, wat was dat een leuk effect. Ja, ik denk, laat het even zo zien. En dan is het effect als je natuurlijk verlengt op de na natuurlijke nagel met de kleer van de Power Gel of de Builder Gel, dat maakt niet uit. Dan heb je ook dus dit effect wanneer je met deze combinatie gaat werken. Ja, tof. En is dit natuurlijk en niet de enige combinatie. Hij is nog niet uitgehard, maar ik leg hem toch voorzichtig even neer. Ja, echt heel leuk, Deborah. Ook die kleuren bij elkaar. Ik had het nooit gedurfd, maar het is onwijs tof. Ja, het bijt elkaar niet. Nee. Ik heb hem ook met de paarse glas gel. Oh ja, die. En dit is de Vamp Cat Eye. Cool. En als je dan van wat relaxter of wat rustiger houdt, zoals Risa dat zegt, ja, ja. kun je ook met deze aan de slag. Ja, 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 ik, ja. Krijg, ik krijg van alles uh, ingesproken. Sarisa rustig. Ja, Sarisa <laughs> heeft een heel rustige, uh, een rustige binnenkant. Misschien een wat drukke buitenkant, maar de binnenkant is vrij rustig op zijn tijd. Een <laughs> beetje schreeuwerig naar buiten. Hè? Af en toe nou, wel, ja. Nee hoor. We hebben hem ook nog eens op deze ja. manier. En die zou ik een beetje zo doen vanwege dit patroon. Ja, tof. Met de hij ook in het nagebed. En natuurlijk kan die nog helemaal anders. We schuiven ze een tikkeltje opzij, want dan doen we hem op z'n Deborah's. Ja, dat is echt op z'n Deborah's, is zo tof. Oftewel, er zit een groene glasje onder. De cat -eye zit op de verlenging. Cool. En ik heb een slang op de zwarte nagelplaat geschilderd. Uh, geschilderd, uh -huh. <laughs> gestempeld, en die heb ik ingepoetst met de pigmenten. Op deze manier. Ja, Iedereen vindt dit echt geweldig. Allemaal varianten <laughs> op de ketta. Ik zal eventjes op zowel ondergrond op zwart en op wit een uh, fotomomentje geven. Ja. Even kijken of ze recht liggen, want dat is altijd een beetje tegenstrijdig voor onze ogen. Voor jullie richt die recht, voor mij helemaal scheef. Ja, ik denk zo. dat we moeten gaan uh, screenshotten. Mensen zijn ook gek op het groen inderdaad, Deborah. Ja, hè? Is ja, ook heel tof. Wilder. Maar het weerspiegelt een beetje. Maar met mat is het in dit effect ietsje minder mooi, vind ik zelf. Ja, ik vind dit wel heel tof zo. Hè. Dus Gewoon ik doe ze glans. even op het wit en ik schuif het zo even op het zwart. Dan kijken we even. Het zal wel wat donker zijn alleen, denk ik. Even één klein vraagje. Ja. Pijn vindt het trouwens ook heel erg leuk. Ze zeggen. wauw. En Brenda zegt geweldig. Heel veel leuke Dank comments. Dank jullie wel. Ja, leuk lief. hè? Uh, Stephanie Aalburg, uh, die moet ik er even tussenuit halen, want ze mm -hmm. zegt, heb je dan de zilveren onder groene glas gedaan? Uh -huh, sorry? Bij de, de uh, 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 snake. Uh, nee, de, 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 waar is die. Ja, het is een beetje een puzzeltje, hè, ja, het design. er staat best wat. Deze zit onder, ik zal hem dan van de topje laten zien. Deze zit onder. De emerald. emeralds. Ja. ja. En deze glas. Dus één laag Presses. van die en één laag van die. Normaal doe je altijd twee lagen ket ei. Maar dat hoeft niet als je hem semi-transparant wil houden en de glasjel eronder doet. Ja, Stefanie had net ook de vraag: inderdaad, hebben jullie ook mooi zilverpigment? Ja, dat hebben we. Dat is gewoon onze chroom. Ja. Dan heb je echt zilverpigment. Dus ja. die was ik net even vergeten. vind ik trouwens wel, was wel een goede vraag. Hmm. Uh, dus die kun je natuurlijk ook nemen. Ja, uh, wat natuurlijk. denk je, Deborah? Zullen we een screenshot maken? Zullen we doen? En dan hopen we dat, Pepijn, uh, dat we Pepijn vanaf zijn huis horen hier zo. Ja. In 3, 2, 1. Screenshot. Nee, kan het niet. Gaat ook niet. Nee, weer. wij doen dat ook. Wij doen nee. dat uh, met, met respect voor Gillian's ogen. Ja, 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 inderdaad. Dus, ja. Zo, inderdaad. En ook een keertje op het zwart? Eén keer op het zwart. Kijk, dat is wat donkerder. En maar heel anders. Ook wel cool. Ja, oké. Okay. Drie, twee, één. Screenshot. Screenshots. <laughs> Zo. Nou, ik leg even goud deze nog in de lamp. En ziet het, als je het op bepaalde manier rustig lakt, dan uh, blijft het gewoon mooi op zijn plekje liggen. Ja, zeker. Dus die doen we even in de lamp, Hoppata. En dan hebben we deze gehad. Die schuif even aan de kant. Die zetten we weer terug, want ja, we gaan nu een wat langere maken, oftewel de volledige stiletto-tip. Hopsa. Zo, Mensen kijken. zijn heel erg tevreden hoor, Deborah. Oh, even leuk om te weten. Mm -hmm. Hele mooie designs, Deborah, zegt Mieke. Uh, en Lian uh, Stupers, sorry, ik heb mijn bril niet op. Ja. Lian <laughs> Stupers zegt: het is wel echt Cat Eye 2.0. Hmm. Daar ben ik het mee eens. En Gina Paans die heeft echt trilhandjes uh, om haar eigen nagels te gaan doen. Ja, ja, hele lange heen? nagels. Dus dan, uh, ja, maar dat, dat is ook het mooist. Ja. Ik uh, ben intussen deze stiletto-tip lekker aan het lakken met de Sneaker Peak Gel Polish. Ja, en het vloeit echt overheen. Het is echt een krempje die over je tip heen Ja, gaat. fijne laag. Het is heerlijk. En dan zitten wij natuurlijk een beetje hier altijd in het, in het licht. Hè? En een beetje, wat zitten we nou eigenlijk te doen? Dat is eigenlijk wat je ons altijd hoort zeggen. Omdat we hier heel veel verlichting hebben. Maar kijk hoe snel. Ja, prachtig. En Eén dit laag. was de eerste laag. Dun. Die haal ik eventjes uh, 30 seconden uit. En dan doe ik hem een tweede laagje geven. Daarna komt er extreme mat overheen. En dan gaan we handpainten. En dan echt handpainten. We gaan niet meer stempelen voor nu. Handpainten. Oftewel, ik ga mijn palet er weer bij pakken. En ik had dus straks dat mixje gemaakt van de uh, Liner Black en Cerise Sweet Licorice. <laughs> ja, dat is een hele mond. Black Licorice. Uit. Black Licorice, ja. Wel de sweeties en de... Nou. Anyway, die. Dus we hebben een mooi mixje. En ik wacht even <laughs> tot hij eruit is. En dan gaan we heel even naar Cerise toe. Ja, want ik krijg uh, een paar keer de vraag, ik weet niet precies twee of drie keer ongeveer de vraag. Wat kun je nou doen als je geen uh, glass gel polish hebt? Dan zou je bij wijze van spreken een base top kunnen pakken of een transparante topgel. En daar een uh, paar druppeltjes gel polish in te doen. Maar het mooiste zou zijn uh, uh, de color concentrate. Als je die hebt, heb je die niet, kan het gewoon jouw polish zijn. Maar de color concentrate zijn pure pigmenten in een flesje als druppeltjes. In uh, de drie primaire kleuren en zwart. Zodat je eigenlijk zelf je eigen kleur kunt creëren door uh, met elkaar. Uh, onderling te mengen. Als je dat in een druppeltje uh, uh, base en top zou leggen, dan zou je zelf een kleur kunnen creëren. Dat is ook een heel leuk product om te hebben uh, als je de glass gel polishes bijvoorbeeld nog niet hebt. Maar die zijn wel echt heel erg makkelijk, toch, Deboe? Ah, absoluut. Ja. Ja. ja, ik kan niet meer zonder. Ik heb uh, alle kleuren natuurlijk. En uh, je hebt altijd dat je denkt, nou dit zou toch mooi zijn met glasjel. En dat heb ik heel vaak, dat ik denk, oh dit is mooi, dat is mooi. En dacht ik, hier ben je ook ineens. Denk, nou dat zou toch mooi zijn met glasjel. Ik wilde eerst iets heel anders. En ik denk, nou glasjel en dit, glasgel, rhinestones, perfect combinatie, pigmenten nog erbij. Ja, ik ben er blij mee. Dus uh, ja, koop jij ook zoiets. Want jij gebruikte het ook wel veel in de salon natuurlijk altijd. De glasjel polish. Ja. Nou, uh, ik ben echt een meisje van de color concentrates. Want die had ik altijd het. en dan dacht ik. Maar waarom gebruiken jullie dat nou niet? Vinden jullie dat niet leuk? Nou, toen, dat, toen op een gegeven moment kwamen de, gel, uh, de glass gel polishes. En toen ging iedereen in één keer aan de slag met die glass gel polishes. Dacht ik: Hallo, dat idee heb ik jullie dus al een paar weken geleden gegeven. <laughs> maar niemand die er iets mee is gaan doen. Moet ik eerlijk bekennen, uh, Deborah? Uh, de of de uh, concentrates laat ik nu ook een beetje links liggen. En ik pak veel eerder een glass gel. Ja, dat is ja, makkelijk. Ja. En er zijn al zoveel mooie kleuren. Dus. Ach, nou. snel. Ja, en je kan er alles mee, hè? Ja. En, uh, klopt. Het is mooi voor inleven, onleven, voor allerlei leden. Het is gewoon ja. heel erg mooi. Ja, en het, het is voor neeuwarts fantastisch. En we gaan nu ook um, het combineren. Eigenlijk is het een combinatie wat we nu gaan maken. Met diverse kleuren van de cat eye, de glasgel. En die gaan eigenlijk samenwerken. En dat is wel het hele tof, want we gaan schilderen met cat eye. En dat kan. En dan ga ik jullie laten zien, want ik neem jullie even mee naar mijn palet. En daar liggen natuurlijk al wat uh, kleurtjes op, maar dat geeft niet. Je hoeft het niet weg te gooien of zo. En ik heb hier ook de pink glass gel. De roze. Ik zal hem even omdraaien, kun kunnen jullie het zien. De pink glas. En die leg ik. Dat is een hele mooie neon. Lekker fel, maar heel gaaf. En wat had ik nog op meer op tafel staan? Die hebben we al eventjes laten zien in het begin. Dat was die cat eye top gel. Ik schud hem nog heel even. En die kan ik heel tof hierin doen. Het is altijd heel leuk want alles kan met elkaar. Maar ik ben ik niet want dit is ook heel mooi als wij nog wat ah, starburst. Ja, hele mooie starburst en glitters erin doen. Ja, het wordt een mixje van van alles. Even opzij, want anders heb ik gelijk allemaal glitters in mijn uh, beeld. Want als ik het dopje open doe, dan uh, komt er wel wat mee. Die gooi ik er ook bij. Hoppada. Een lekker papje. Ja, het is een papje. <laughs> maar dan heb je een heel mooi schilderpapje. Ja. En dan heb ik natuurlijk mijn dottingtool. Ik uh, roer het zachtjes door elkaar. En steeds Zodat wat harder. Wat zeg je? En steeds wat harder. <laughs> ja, ja, dat je op een gegeven moment ja. glitters wel erdoor. Maar als je dat in het begin doet, dan. We hebben het wel eens dat je het door je paper heen wilt drukken. Zo. Nou, okay. Dat is interessant een interessant kleur. papje zo. We hadden natuurlijk de mat al op onze tip gezet. Ik draai deze even naar jullie toe zodat, is dat een beetje, zodat ik hem zo op kan pakken. Hoppa. Even mijn penseel erbij. De hele tafel ligt hier vol met van alles. Zo. Nou, die ligt klaar. Even kijken. En die. Mix. Ik wil nu als allereerste aller, aller deze. Zo. Dus ik werk altijd voor als het één in de lamp zit, ander ligt klaar en ik leg alvast wat neer waar ik dadelijk mee ga gebruiken, waarvan ik weet dat het even kan blijven liggen. Dus of het een kettai is of iets dergelijks, het maakt niet uit, waarvan ik weet dat het even kan blijven liggen, dat maak ik alvast, want dan heb ik het maar vast klaar. Ik zal hem nu even iets opzij, kijk, ik zit er ook gelijk onder de mooie glitters, ik ben er gek op. Zo, wat gaan we nu doen? We gaan een uh, soort, ja, ik noem het een tribal, maar dan in de verlenging soort van schilderen. En dat kun je helemaal invullen naar eigen uh, keuze. Ik doe het met mijn kleine penseel, omdat de, uh, deze vorm echt wel meerdere hoekjes en haakjes krijgt. Dus als ik dat met een te lang penseel doe... Dan, dan heb ik de kans dat ik die draaien niet zo lekker kan maken. Ik draai hem eventjes om. Zodat ja, Wendy vraagt ook: is dit een detailer 3? Ja, uh, ooit dat was, was ooit het het wel. Ja. ja, een detailer 3. En als je, ik denk dat als je dit penseel moet vergelijken met een penseel uit het assortiment, dan denk ik eigenlijk dat je het best een beetje uh, naar de Rhinestone Neil Art Brush kunt gaan. Want ik denk dat die qua dikte, niet qua lengte misschien, maar qua dikte, lijkt hij daar wel een beetje, een klein beetje op. Correct. Of gewoon heel hard doorwerken met je Detailer 3, zodat hij er op een gegeven moment ook zo uitziet. Toch, dit Ja, eigenlijk wel. Maar dit is een hele oude, hè. Ja. De nieuwe die zijn ook wat, uh, hebben wat meer volume in het heft. Alleen deze die staat zo naar mijn hand. Die, die kan ook niet meer los. Die zit er gewoon aan een soort van geplakt. Dus ja, kan er niks aan doen. Het is echt het is heel erg, maar ik kan er echt niks aan doen. Maar je zou hem al een beetje kunnen uh, vergelijken hè, met. Ja, een, ja zeker. Ja, rhinestone Rhinestone Brush is ook fantastisch. Ja. Nou, eigenlijk had ik dat ook daar, kunnen doen, maar ik, die heb ik niet bij me. maakt niet uit hoor. Dit moet toch zwart worden. <laughs> ja. En um, als je denkt, ik vind het te smal, dat maakt ook niet uit. Leg je hem daar, want dit wordt nog ingekleurd. Het wordt helemaal zwart. En dan hadden we het er straks over inkleuren van de liner black. Nou, als je dit vlak, wat wij, wat wij zo meteen helemaal gaan schilderen, in gaat kleuren. Uh, dan moet die zeker anderhalve minuut. Ja, En als jij eventueel wat tijd nodig hebt, Deborah, zou ik ook alvast met uh, nog wat huishoudelijke mededelingen dat mag. kunnen komen. En, is dat uh, misschien een idee? Ja, dan kom je daarna maar even bij me terug. Want dan, ja, uh, want dan, we dan kun jij eventjes verder. strepen zetten. Ik denk dat dat wel, uh, ja, uh, wel even handig is. Ja, een paar metertjes maken is goed. Want dan kunnen wij nog gewoon even één laatste keer kijken wat precies het huiswerk is. Nog even voor de mensen die het gemist hebben. Uh, vergeet niet te screenshotten. Maak vier verschillende tips. Twee met een cat-eye nail art design. Dit wordt ook trouwens weer een cat-eye nail design. Een new art design, sorry. En een cat eye inlay design. Dus er zijn twee verschillende designs uh, die je kunt gaan maken. Maar er zijn wat regels aan verbonden. Je hebt twee weken de tijd tot 18 april om je huiswerk in te leveren. Je levert je huiswerk weer in via de link in het album Cat Eye Mogelijkheden. Zijn er verbeterpunten? Dan neemt Jessica in dit geval contact met je op. En krijg je een herkansing. En vergeet ook niet je step-by-step step, uh, foto's in te leveren. Uh, van het huiswerk dat je gemaakt hebt. Dus tussendoor uh, niet vergeten. eventjes klik-klik een fotootje uh, uh, te maken. en dan mee te sturen. Drie in totaal, alsjeblieft, Zodat Jessica kan kijken. Oké, okay, wat heb jij gedaan? Hoe ben je tot je eindresultaat gekomen? Nou, het allerleukste natuurlijk van zoiets is prijzen winnen. Best wel leuk, dus. Mm. En dat zijn deze drie prachtige cat eyes. Heel leuk. Ze hebben allemaal een glitter. Uh, super tof. En de Extreme Matte Topcoat. Die heeft Deborah in deze live ook gebruikt. Maar is ook geweldig leuk om gewoon over een kleur te dragen. De magneet hoort er uiteraard bij. En daarbij ook de laatste animal plate, de stamping plate. Super tof, natuurlijk. En nu we toch zo lekker met Deborah bezig zijn, nog één keertje het rijtje van trainingen die zij gaat geven. Niet vergeten de screenshotten weer en goed bewaren. 16 april coaching, uh, lekker aan de slag met Deborah met alles waar je tegenaan loopt. Uh, 1 mei, je eigen nagels als visitekaartje, heel erg belangrijk. Wil jij nou klanten krijgen? Wil je opvallen uh, naar buiten? Leer dan hoe je je eigen nagels moet doen, want die moeten altijd on fleek zijn. 3 juni, de perfecte salonnagel vervolg, acryl. Dus uh, ben je nagelstellist, werk je al met gel. Wil je ook met acryl gaan werken? Uh, ja, kom dan gewoon lekker met Deborah uh, een dag. Uh, ja, ook op trainen. De Lacoste Shape... Op 19 juni. Het is een hele bijzondere vorm. Uh, als je hem nog niet kent, kun je hem het best even googlen, want ik kan het niet uitleggen hoe die er precies uitziet. Maar het is een moderne shape. En uh, 10 september ook weer een mooie moderne shape: de uh, Russian Almond. Uh, waar Deborah natuurlijk hartstikke bekend om is: dat zij dat graag draagt en jou graag leert. <laughs> Sowieso. Uh, maar het allerleukste komt natuurlijk nog over drie weken. En dat is het event Ben jij al aangemeld? Want dat kun je natuurlijk doen voor 23 of 24 april. Of gewoon lekker allebei de dagen. Je kunt natuurlijk ook hartstikke leuk in het hotel overnachten. Zodat je er uh, ja, twee dagen bij bent. en heel weekend. Dat je alle 24 workshops kunt doen. Dan moet je wel heel hard rennen. <laughs> Dat je lekker met ons dineert, luncht en ontbijt. Ja, uh, wie weet gaan we wel gewoon een heel gezellig weekend uh, van maken. Dus ik ben benieuwd met wie je komt. Je mag iedereen in principe meenemen die een nagelstylist is. Zodat je samen met haar uh, of een hele groep meiden lekker workshops kunt gaan doen. Want alle producten staan voor je klaar. Je moet alleen wel uh, je penselemap meenemen. Toch, Deborah? Ja, ja zeker dan hebben weten. we het hele riedeltje gehad. Heb Denk jij in de tussentijd even tijd gehad om jouw design uh, een stukje verder af te maar maken? Mh. Ben je al zo ver Deborah? Ja, ik ben alweer een eindje opgeschoten eigenlijk. Oké, okay. dus uh, kijk maar even mee, want ik heb er ook al wat opgeschilderd. Wat nu nog wat moeilijk te zien is, maar het is echt schilderen met de ket En ondertussen heb ik ook weer op mijn paletje wat neergelegd: en dat is de Topa's Ket Prachtige blauwe kleur. De Starburst Blauw. En ook weer de Top, -ei. Uh, top, -ei. top Cat eye Silver. En deze roer ik ook even voorzichtig door elkaar. We hadden natuurlijk net ook al de roze neergelegd. En wat doen we nu met deze gel polish kleuren? Daar gaan wij voorzichtig vlindertjes mee schilderen. We zijn gek op uh, vlinders, want het voorjaar komt eraan. Althans, je ziet het niet als je buiten loopt. Maar het idee is dat het voorjaar eraan komt. Dus dan gaan we dan maar in ieder geval proberen met de Neeuwart wat aan te doen. Dat is wel heel stoer hoor, de Boer. Ja, het is een stoere met lieve vlinders. Ja, cool. Ja, het is weer eens wat anders, dacht ik zo. Ja, ja, toch? Zeker wel echt tof. Oftewel, wij gaan. Hier hebben wij al een zilveren ketteivlinder ingezet. En hier is de kettei met goud en paars. En ook wat je hierbij kan doen is uh, het magneetje gebruiken. En dat laat ik jullie zo meteen zien. Deze valt eigenlijk een beetje buiten mijn design. Of hij zit helemaal erin. Dus hij is eigenlijk in het gat hier zo. Hier zijn de vlinders, komen hier uit. En vliegen erin. En hier is een ander deel van de vleugel. Is het een beetje zichtbaar? Want ik kan het moeilijk zeggen ze er is. Is het u klein? Ja, maar dat is helemaal goed. We gaan daar, weet je, nog schaduwen natuurlijk. Ja. Zo. En hier heb je zeker wel even je flesje bij nodig. <laughs> Zo. Ja, ik ben tussendoor gelijk even wat commentaar. Ja, dat is zeker prima. Want <laughs> ik ga ook gewoon door. Ja hoor, ga maar gewoon door. Want zeker? ik zet uh, hier gelijk een. Ander vleugeltje met die blauwe kleur. Kijk eens hoe mooi. Alleen dit al. Alleen dit al. Ja. Het zijn zulke mooie kleuren. En zo kun je ook. Ik heb het natuurlijk een beetje verdikt. Zo kun je dus schilderen met een cat eye kleur. Ik denk ja. dat ik deze punt ietsje. Zit ik nog in beeld? Ja, 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 ja. ja. Gaat goed. Een beetje eromheen wurmen. Ja, precies. Een heel oh. vochtje. En dan kan ik ook, ik zal die opzij schuiven een beetje. Uh, zo is het een raar gezicht, want ik moet hem natuurlijk uh, <laughs> andersom hebben, <ik> <laughs> ja. Dat ik de vleugel kan ik een beetje kleur geven. Je ziet hem nu zilver worden. Dat is mooi. Ja, zien. tof. Ja, kun je het zien? Ja, zeker. Oh, fijn. Ik vind het altijd een beetje... Ja, maar je ziet dat wel, hoor. Komt dat het zo'n klein oppervlakte is. Hè? Dat gebeurt ja. maar minimaal. Maar ja, precies. Het maar het wel. gebeurt wel. Ja. 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 Nu zien we helemaal niks. Nee, nee. nee. Zo. dat klopt. Daar ben ik ook goed in. Even erop. Het hoeft niet lang, hoor. Het is als het maar even zit. Dit gaat heus niet rimpelen, want daar is het veel te klein voor. Nou, we hebben nog een mooie, mooie kleur. En daar leggen we de onderkant van het lijfje tegenaan. Want anders denk je, ik zie echt niet wat er gebeurt. Maar nu wel. Maar ja, ik denk dat Cat Eye vooral heel erg lekker is om mee te schilderen. Omdat het juist zo lekker blijft staan. Hè? Dat het lekker ja, een soort ja, van ja. anders voelt als een gewone djapol is. Maar dat is het. En het heeft ook er niet veel nodig om uit te harden. Nee, Een beetje glazig. Oftewel, deze wil ik van de zijkant pakken. Maar om het op beeld wat beter te laten zien, pak ik hem toch helemaal. Want anders, als ik het van de zijkant doe, dan is het zo moeilijk te zien. Dus ik ga er toch een hele vleugel aan zetten. En ik vind uh, ook die topas ook zo mooi. En als je het gewoon combineert met alles wat ik er nu heen doorheen heb gegooid. Dat is toch leuk, wel een cool effect. Want hoe dan ook, de cat eye werkt altijd. Dat spul, dat blijft werken, dat blijft magnetisch. Dat is dat weer. Ja, leuk. Even de onderkant. Ja, op de comments wordt vooral heel erg gesproken op het moment, uh, Deborah, terwijl jij bezig bent over wie gaat met wie naar het ja, event. Vind ja. ik zo leuk om te zien. Want <laughs> mensen vormen gewoon koppeltjes. Ook ja. al kennen ze elkaar niet. Uh, maar spreken ze dus uh, toch met elkaar af. En dat kan gewoon, hè? Want socializing. Je, ja, dat is echt socializing. Mensen spreken ook onderweg af naar het event toe. Dat is wel heel erg leuk altijd uh, om te zien. Dus dat ben ik ook wel even aan het volgen. En mensen vinden je de het design hartstikke mooi, Deborah. Want ik krijg hartjes. Ja, en uh, de, tribal, uh, de tribal inkleuren er mee. Het geeft, uh, geeft vlammen effect, denk ik. Ja, ja. het is uh, gewoon een beetje, uh, ja, cool. een beetje rustgevend. Nu haal ik deze heel even opzij. Want ik heb hem natuurlijk al een klein beetje ietsje voorbereid. En dan kunnen we hem vanaf daar een beetje gaan oppakken. Met die ietsje is. Ja, schattig. Zie je? Maar er ook al een beetje uh, witte lijntjes omheen. Een beetje highlightjes inzetten. Je zou zeggen, dan is die klaar. Ja, dat kan. Maar wat vind ik nou mooi om er nog een heel klein beetje schaduw aan te brengen? Ik zoek heel eventjes mijn beige en top. Die heb ik ergens verstopt. Ja, maar dat is soms lastig te zien. Dus al die kleurtjes en beige en top heb ik in de combinatie met de black is black gel polish. En dan wil ik een hele zachte blend van deze twee. Dat ik als ik dit doe. Echt heel zacht. Het hoeft niet veel, het is maar een tikkie, tikkie, tikkie. Omdat ik eigenlijk alleen bij de uh, treibel heel licht in deze delen wat schaduw wil aan gaan brengen. Dit design duurt overigens wel ietsje langer. Want alle vlindertjes hebben wat hoogte gekregen. Dus eigenlijk komen ze eruit. En dit is een hele andere manier van werken met de cat eyes en deze kleuren. Zo. Dan krijgen we een beetje de diepte erin. Schattig. Stoor, schattig. Denken we dan? Hoppa. Heel erg blenden, 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 blenden. Trekken we even langs de lijn. Zie ik nog in beeld? Zo. En ik heb hem even op het standaardje. Dat is, uh, vind ik altijd heel fijn. Dus niet, dat moet je zelf weten voor je eigen. Dat, dat maakt niet uit waarmee je wil werken. Ja, ik moet er altijd heel erg aan wennen. Ik, het is mij nog niet echt lekker gelukt. Maar het ziet er zo handig uit als jij het doet. Ja, ik ben het er een beetje gewend. Of ja. Zo. Dit is dus het uh, zo brengen we er een beetje diep. Dit blend ik zo natuurlijk nog even uit. En ik wil dat dan ook nog mat hebben. En dat mag er dan helemaal een beetje omheen. Ga ik even afmaken en dan ga ik hem helemaal uitharden, mat maken en dan uh, laat ik jullie zo het eindresultaat even zien. Ja, dat is een goede, deboe En uh, terwijl jij lekker in de tussentijd bezig bent, uh, gaan wij alvast kijken wat we nog meer kunnen verwachten, want uh, er staat natuurlijk nog veel meer leuks aan e-workshops op de planning. Zoals bijvoorbeeld volgende week. Uh, Pepijn gaat de nagels van meedoen in de blush advanced techniek. Uh, en dat is een refill, dus dat betekent dat hij de nagels gaat opvullen, een hele bijzondere techniek, de advanced techniek. En uh, ja, wat het nou betekent, je moet echt even kijken, want daarmee kun je het level uh, van de nagels die je maakt of, of de exclusiviteit daarvan. you <laughs> Kan je echt helemaal upgraden. Dus zeker gaan kijken. Ik ben er ook, want ik doe de presentatie. Dus uh, nou ja, goed, dat wordt echt uh, een lachgegieren brullen. Buiten dat het heel interessant is, natuurlijk. Maar er is meer. Er zijn nog meer uh, e-workshops. Want er is nog eentje. Na uh, Pepij naar Mee. Die nog even de show moet komen stelen. En dat is Demi Arts op maandag 25 april. Uh, met uh, Winnie the Pooh. Uh, uh, ja, Disney cartoons. Op haar eigen manier, haar eigen stijl. Heel erg leuk. Is het nieuwe trainer. Onwijs leuke meid. En uh, ik weet zeker dat jullie haar ook heel erg leuk zullen gaan vinden. En toch wel weer leuk cartoons. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Dus uh, ik ben reuze benieuwd. Winnaars, 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 alsjeblieft. Eindelijk. Ik denk dat jullie er klaar voor zitten. Want we hebben natuurlijk de e-workshop gehad van Aletta. Uh, met alle metallics en effecten. En de opdracht was, maak drie lentedesigns waar metallic kleuren in verwerkt zijn. Als ondergrond of als element. Daar zijn natuurlijk een aantal winnaars uitgekomen. Ja, die meiden die weten dat natuurlijk allemaal alvast, wat, er, uh, wat de winnaars zijn. En ik heb ze nu hier voor me. Ik ga niet te veel naar beneden kijken. Kan ik toch niet echt goed zien zonder bril. Dus laten we gewoon even kijken, zodat jullie het ook kunnen zien. Op beeld. Jee, Brenda Braakman. Zeg het goed? Braak, Braakman, ja, volgens mij. Uh, van harte gefeliciteerd. Nou, echt super leuke designs gemaakt. En heel erg leuk. Ze passen echt super tof bij elkaar. Ik zie ook die kleine. Mooie bloemetjes die Aletta heeft gemaakt. Mooi, toffe combinatie. En ik weet zeker dat als je dit bij je in de salon hebt ge gelegd, dat je klanten dit gaan kiezen. Dus gefeliciteerd, Brenda. Terecht verdiend. Thea Dieters, je is ook een winnaar. Heel erg leuk. Van Crea Thea Neel, zag het een hele leuke naam altijd. Uh, ook die kleine margrietjes, daisy's, hè, uh, geschilderd. Superleuk. En ook hele mooie setjes gemaakt. Dat is ook wel altijd heel tof om te zien. Ik ga ze daar even van dichtbij bekijken. Wilma van Beek, ook gefeliciteerd. Nummer drie. Ook de uh, design van Aletta. Ja, heel erg mooi uh, op haar eigen manier nagemaakt. Ja, tof. Leuke achterzonde ook trouwens. Toe, en gefeliciteerd natuurlijk. Leuk altijd als je wat wint. Het hoeft niet per se, maar het is wel altijd leuk. Laten we eerst even kijken wat jullie ook alweer hebben gewonnen. Um, uh, ik weet het niet meer, maar het zijn twee verschillende kleuren. Gel polish. Ik <laughs> kan me niet meer goed herinneren wat, maar het maakt niet uit. <laughs> uh, de Metallic uh, Silver uh, Color Gel in, in het potje. Heel erg fijne gel. Super mooie glitter. Met de details 1: de True Color Top Gel. Onwijs mooi. Ook voor in de zomer. Uh, moet je wel een beetje uitkijken met felle kleuren. Maar deze gel zorgt ervoor, dit topgel zorgt ervoor dat je kleuren buiten de echte kleur blijven. En natuurlijk de billions erbij. Ja, hoe leuk is dat? Die kun je natuurlijk niet genoeg in huis hebben. En je hebt dan ook gelijk een heleboel maatjes. Dus ik denk dat dat uh, een hele leuke prijs is. Uh, maar ja, er zijn uh, natuurlijk nog veel meer prijzen te winnen met de opdracht van Deborah. En zij heeft natuurlijk uh, ja, nog wat designs gemaakt. Of zij is bezig met haar design aan het afmaken. En dat is ook een design wat je zou ja, kunnen namaken. Of laat je in ieder geval inspireren door het, uh, door het eindresultaat. Of ben ik nu te vroeg, Deborah? Ja, bijna, bijna. Door het bijna, bijna. eindresultaat. Ja, want Kla we maken hem echt met de hand. Hè? Maar het maakt niet uit. Je kan wel even meekijken. Oké, okay, goed. Want ik ben nu de extreem oh, wow. mat aan het aanbrengen. Op mijn schaduw. En je ziet mijn schaduw er nu in liggen. Hij heeft nu echt diepte. En omdat ik de ondergrond mat wil hebben, en niet alles mat, doe ik het echt met een dun penseeltje. Dus dat vergt wel wat meer tijd. Maar dan krijg je wel het, het meest toffe effect. Want anders zou eigenlijk alles, ook van het zwart, helemaal mat worden. En dat willen we toch een beetje besparen. Dus ik schilder er gewoon omheen. Je kijkt, nou is dit natuurlijk wel een serieuze lengte. Hè? In de ja. praktijk zal het wel wat korter zijn. En zo zie je hem al helemaal in de diepte ja. liggen. Maar we gaan hem zo eventjes uitharden. En dan kijken of hij ook helemaal mooi mat is geworden wat we wilden. Omdat ik natuurlijk zo aan het rommelen ben en aan het draaien en aan het kijken en aan het af en toe laten zien. Weet ik niet heel altijd meer waar ik helemaal geweest ben. Nou is het voordeel, dat maakt niks uit. Want dat kun je gewoon even bijpakken. Als je denkt, nou, waar was ik ook alweer gebleven? Maakt niks uit. Kun je gewoon even herpakken. Het is ook echt een soort van mysterieus, hè? Ja. Echt heel tof. Omdat het gewoon iets is wat eigenlijk helemaal niet bij elkaar kan. Een, een zwarte treibel en dan hele lichte kleur vlinders eh, met ketai kleuren. Ja, het is heel cool. Het is gewoon iets heel anders. Ja, klopt inderdaad. In de vorige Cat Eye Works was natuurlijk heel erg uh, Galaxy, oftewel heel veel magneet aangericht. En hier werken we niet heel veel met magneet. Het is er één. Uh, in het nagelbed zou je er twee kunnen gebruiken af en toe als je die inleen maakt. Maar dat hoeft niet. Je hoeft er überhaupt niet eens in dit design één te gebruiken als je dat niet wil. Het mag, maar het hoeft niet. Zo, en nu denk ik dat ik hem even in de lamp doe, want zover ik het kan zien, heb ik ieder onderdeel aangeraakt. Hoewel, die glans het ook... Ja, moeilijk, hè, om te zien? <laughs> ja, dat is moeilijk te zien. Ja, maar ik ga hem gewoon in de lamp doen en dan zien we het van, uh, vanzelf. Ja, toch? Ja, ja en hey, Deborah, nog... het komt ook eigenlijk een beetje door het licht, hè. Want ja. je kunt dat licht hier echt niet uh, vergelijken met nee. de lamp waaronder je werkt. Want nee. je ziet het haast niet wat je aan het doen bent. Vandaar dat ik het ook echt heel knap vind van jullie allemaal... die kleine stukjes te schilderen, want... Gelukkig hoef ik alleen maar grote stukken te filen en uh, glitters in te leggen. Uh, trouwens, ik heb hier um, uh, een leuke reactie van Thea Dieters. Ze zegt, ja, supermooie mooie prijs is er blij mee, want dit had ze nog niet. Heel erg leuk, dus een gelukkige, een blije prijswinnaar. En uh, stel je voor, hè, nou stel je voor dat jij nou een prijs hebt gewonnen voor deze opdracht, dat zou zomaar kunnen. Je bent in ieder geval heel erg nieuwsgierig wat de uitslag is, dan is de uitslag op 25. April. En dat komt eigenlijk omdat Pasen ertussen zit. Want op Pasen, met Pasen zijn we er namelijk niet met een live. Maar nee, dan moeten dus, we eieren zoeken. Ja, dan moeten we eieren zoeken. <laughs> dat moeten we niet vergeten. Dus omdat we eieren aan het zoeken zijn, dan waarschijnlijk. Uh, is dat dus, wordt dat dus een beetje uitgesteld. Dus uh, 25 april. Hou dat even in je gedachten zet het even in je agenda. Uh, dat het dan weer een heel spannend moment is waarop jullie sowieso moeten komen kijken, natuurlijk. De, dus uh, even een kleine huishoudelijke extra mededeling voor jullie. Mm -hmm. Deborah is iets aan het poetsen. Volgens mij mogen we nog niet bij de terug. Jawel hoor, jawel. Ik was even een beetje iets aan het veilen gewoon. Omdat oh. ik, een, ja, ik denk, ik vouw even een tippie wat korter. Ik denk, ja, waarom niet? Hè? Dus dat kunnen we gewoon met de hand doen. Dus uh, die heb ik eventjes wat korter gemaakt. Voor ze. Ik denk, eigenlijk zouden we kunnen stoppen nog. Hè, maar we kunnen er ook nog één doen. Gewoon een hele een snelle. Oftewel, zoals uh, dat wel eens gezegd wordt, een kwikkie van de tippies. <laughs> maar we gaan eerst naar het eindresultaat van deze nagel. Want kijk, hij is mm. mooi mat eromheen. En de andere delen zijn mooi glimmend. Wauw. En wow. dan is dit hem. De Butterfly Tribal. Wauw, dus we gaan eruit met een knal, uh, Deborah. Ja, het is een soort uh, apart. Ik zal even een beetje mijn tafel netjes maken. Want het is en glittertjes en stofjes. En ik haal hem er even af. En zo. Nou, heel tof. Ik weet niet welke, uh, welke ik nou het mooist vond. Schoon... Misschien kun je ze nog allemaal bij elkaar leggen. Ja. Is dat een idee? Zou ik dat eens doen? Ja, doe maar. Nou, doen we eens wild. Zal ik heel even één seconde de ondergrond een beetje schoonmaken? Dat okay. ik goed. Ah, Nou, ik ben benieuwd. Even kijken hoor. Zo. Ja, oh, wat echt een kleurenfestijn, hè? Ja ja ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar zo zie je hoe breed de cat-eye kleurenrange is. Want er zijn er zoveel van. Oh, iedereen zegt gelijk. Oh ja, ik de eerste. Wat een art. Heel gaaf, Deborah. Wauw, dit is echt gaaf. Nou, ik vind dat je maar alle comments even terug moet lezen. Want ik ga uh... even uitzoomen. Oh, dat doet ze gewoon even zelf kijken. <laughs> ja, dat is makkelijk als je daar uh, af en toe ook zit. Multifunctioneel hè? Dan, uh, allemaal. Dan kun je dat ook zelf? Ja. Dus dat dan zoom ik hem gewoon even uit. Want we hebben natuurlijk nog meer. Ik dacht, misschien kunnen we nog één doen, maar dat wordt er toch iets aan de late kant. En ik wil ook dat jullie lekker gefocust blijven en dit vers in de gedachten zitten. Zodat jullie lekker mee aan de slag kunnen. Dus ik ga ze allemaal dat even. Heel tof. Want we hebben natuurlijk nog meer voorbeeldjes. Ja. Oh, die zijn ook favorite van mij, die linker daar. Ja, ja vind ik echt heel leuk. Mo mooier in beeld, mooier in beeld. Is het te veel? Oh, valt mee toch? En dan hebben we ook nog deze. De sneakies noem ik het al. Ik zal die er even uit, dat is een beetje hetzelfde. Zo. Ja. Nou, dan hebben we een aardig cat eye kleurenpalet. Ja, echt heel erg leuk. Nou, die, uh, even kijken, die, die zwarte daar met dat zilver is ook heel tof, hè? Die? Ja, of deze? Die, dat is een van mijn, nee, ja, allebei. Deze allebei. Deze, maar ja. die vind ik altijd zo leuk. Dit. De, ja, die ook, maar die maar daar ook. Ja, maar die is met die uh, wet in wet. Heel leuk design, inderdaad. Nou, als we ja. het dan over de Chop Chow uit de pot hebben. Hier is die. Ja, heel cool. En hier kun je echt zien dat het mooi tegen elkaar is gaan lopen. Net ja. niet ver genoeg, dus maak je druppels niet te breed, maar zo kun je wel de hele nagel vullen. Ja, cool. En als, je nou ja, als ik hem even zo hou, hoe mooi die schakering is van dat ja. cat eye zilver topgel. Nou, Stephanie Ouburg vraagt ook, dus deze designs mogen allemaal voor het huis wekken? Nou, ik denk, dit is allemaal cat eye. Ja, dat mag allemaal, dus ja hoor. Dus ik ja. zou zeggen, ja. En geef dan uh, je eigen invulling. Want zoals deze, daar pak ik even terug weer mijn witte velletje bij. Want jawel, ook die is echt heel cool. Kijk dit nou. Als je het zo ziet. Wat een verschil, hè? Ja, ik laat het altijd even erbij zien. Want hier zit ook gewoon een ketterij onder. Maar dan is het met de blauwe glas. Ja, top. Dus ja. Het is heel breed. Um, ga lekker ermee spelen, zou ik zeggen. Want dat is eigenlijk hetgeen wat je hiermee kan doen. Glas, uh, gel, cat eye, pigment, rhinestones, ja. alles. Noem het op. Inleenagels, onleenagels, nail art. Alles is mogelijk met deze producten. Echt, het ja, is cool. zo breed. Ik nou, denk zullen dat we hier maar dan alvast even een screenshot van dat, maken? Moet hij nog wat verder omhoog of zeggen we van... Volgens mij ligt hij helemaal goed. Ik kan hem hier op mijn mobiel ook heel goed uh, oh, okay. zien. Oké, nou dan uh, denk ik dat we dat maar moeten doen. Ja, ja, sorry. Dus S ik denk dat we dan uh, maar moeten gaan aftellen in 3, yes. 2 en 1. Screenshot! screenshot. <laughs> dat was de moderne versie. Ja, dat was de moderne. Dat was versie. de screenshot-versie. Dat was de hippe 2.0 screenshot, ja, echt. Ja. Hartstikke leuk. Deborah, zou jij voor mij nog één keer op een rijtje willen leggen de designs die jij vandaag hebt ja, gemaakt? Zeker, hebt. natuurlijk. Als je ze op volgorde wil leggen, dat we ze zo dan naast elkaar hebben. Wij wij wij. Want dat zijn de designs die jullie dan uh, vandaag gezien hebben en nu ook weten hoe jullie moeten gaan maken. En in drie lengtes. En in drie lengtes. En dan een beetje inzoomen, hoor ik. Uh, vanuit de regie oh, vind okay, ik een hele goede... En als je ze dan een beetje rechter wil gaan, ga wil ja, ik oh ja, ja, kort ja. sluiten. Mijn, in, mijn, in mijn optiek liggen ze recht en onder de camera niet. Dat is, uh... Elvira vraagt: heb je bij de laatste blauwe een stempel gezet? Bij welke blauw? Bij de laatste blauwe. Ik denk oh, dat deze tot, uh... bedoelde je, Elvira? Ja, ja daar zit een, een stempel onder. Maar okay. compleet, helemaal over de nagel. Uh, oh, nou, dan gaan we weer aftellen. Ja, nee, de, uh... zoiets. Ik hoor uit de regie, ja dat is helemaal prima. Oké. Okay. Nou, de, uh, wat jij vanavond allemaal hebt gedemonstreerd ja. voor ons in 3, 2, 1. En screenshots. Shots! Screenshot. <laughs> was ook de Amerikaanse. Ja, en ja, wij doen gewoon versie, onze eigen versie. Ja, ja, ja. Ik ja vind dat dat moest is uh, wel top. Dus dit is de wet-in-wet techniek met de cat-eye en and alle andere kleuren gel polish. De inlay techniek met cat-eye pigmenten en stempels en handpainting met het schilderen met cat eye en cool. glitter en glas. ja dus het is gewoon heel breed en uh, het gaat er lekker mee spelen zou ik zeggen. ja en het leukste vind jij altijd hè Deborah mm -hmm. als mensen nu dus eigenlijk hun eigen versie gaan maken. Ja. dus het hoeft helemaal niet precies hetzelfde te zijn mm -hmm. maar je bent alvast een beetje uh, getriggerd. geïnspireerd. Ge geïnspireerd denk ik? ja, ja. 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 Nou, dat vind ik een zo laat ik me ook altijd idee. inspireren door dingen hè is nou, dus zo'n jasje als dit denk ik oh Zie je dat het wel leuk is als je alles bij elkaar doet? Dat vind ik dan leuk. Dus in ieder geval, wees geïnspireerd en ga er iets leuks mee maken. Iets dat je denkt, nou dit ben ik en dit, dat maak ik met de kettenijs. Want je kunt er echt alle kanten mee op. En ik ben heel benieuwd naar jullie inzending. En uh, uiteindelijk komen ze natuurlijk dan wel in toch Live. En uh, onwijs bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En uh, tot de volgende keer weer. Doei. Nou, Deborah, dat was natuurlijk jouw slotwoord. En uh, nu rest mij nog een slotwoord. Nou, ik vond het weer hartstikke leuk om hier te staan. Want tijdens een e-workshop. Dat is echt een hele tijd geleden dat ik dat heb gedaan. Dus hier helemaal in mijn eentje met mijn telefoon. Nee, hoor. Natuurlijk mis ik Pepijn hartstikke erg. Maar met zo'n e-workshop is het ook de magie van lekker met z'n tweeën uh, knutselen. En een beetje keuvelen. Met jullie allemaal online natuurlijk erbij. We hopen dat jullie het hartstikke leuk vonden. En uh, ja, we kijken allemaal. Inclusief Jessica en Deborah natuurlijk. Onwijs uit naar jullie huiswerk. Pepijn trouwens ook. Die vindt het ook altijd heel erg leuk. Um, ja, de uh, winnaars van vandaag die houden jullie te goed op 25 april. Dus niet vergeten, niet in paniek raken. Dat komt allemaal goed. Uh, we zien jullie sowieso volgende week weer. Want volgende week ben ik te gezellig met mee in Pepijn. Ik kan niet wachten, maar ik zie jullie allereerst woensdag nog. Laten we afsluiten met een topcommercial. Ja, hoe anders? Van de Cat Eyes. En ik zie jullie de volgende keer. Bye.